strong. Mijn YouTube-kanaal BeLive België. Abonneren op mijn kanaal, like deze video, doe zeker een duimpje omhoog. Laat een comment achter in de reacties. Of op Instagram, mijn Instagram is BeLive België. De naam is nog vlogger, die vlog, maar de naam wordt veranderd volgende week naar BeLive België. Het is eigenlijk een beetje een droevige video. Het is nu 4 jaar geleden dat mijn stiefpapa gestorven is aan zijn hart. En ik heb nu juist een TikTok gemaakt omdat het me echt heel dwars zit. Want toen is mijn kerstmis gestorven voor een paar jaar. Vier jaar geleden is hij mijn kerstmis gestorven. En sindsdien heb ik eigenlijk kerstmis zonder mijn stiefpapa moeten vieren. En dat mis ik zo hard. Ik heb er zelfs een beetje van geweten. Je ziet het aan mijn ogen en er zitten nog wat tranen in. Maar ik heb het er moeilijk mee. Het is mijn stiefpapa. Hij heeft alles voor mij gedaan. Hij heeft zelfs mijn eerste gsm gekocht. Hij heeft mijn verjaardag nooit vergeten. Hij heeft mama gelukkig gemaakt. En hij heeft mama nooit geslagen. Hij heeft nooit gedronken. Waar dat mama bij is. En mama ook niet. Maar mama maakte... Was voor haar was Jos niet goed genoeg. Maar Jos heeft wel alles gedaan voor mama. Maar mama, je bent ook de liefste hoor. Niet dat je slecht bent. Maar je moet je niet zo snel... Je gaat de kwaliteiten van Jos moeten inzien. Maar Jos, jij blijft met papa. Mama heeft jou heel lang gelukkig gemaakt. En nu is ze gelukkig met Tom. En dat is het belangrijkste. In het begin was dat niet zo. Was dat voor jou heel kwetsend, Jos. Maar mama is nu heel gelukkig. En denkt nog alle dagen aan jou. Maar Jos, je blijft in mijn hartje zitten. En je staat altijd op de foto bij mij. Dus dankjewel voor de leuke momenten. En tot volgend jaar met kerst. Dag papa.